Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ik ben vandaag op pad met een hele nieuwe metaaldetector. Hoe leuk is dat? De Deus 2. Ik kan er uiteraard nog helemaal niks over zeggen, maar zoals de trouwe kijkers, ja, die weten ondertussen wel dat ik best wel lang met een deus heb gelopen. Dus ben ik ook heel erg nieuwsgierig naar de Deus 2. We gaan kijken. Wish us luck. Ja, jullie dachten natuurlijk dat ik zelf ermee ging lopen, maar dat is niet helemaal waar. We hebben de grote baas van D-Tec. Ja, Elise, hè? Elise is de baas. Sst. In ieder goed gezin is de vrouw de baas. Ja, precies. Maar... Dat is hem. Dat is hem, hè? Jongen. Maar jij hebt er ook nog niet mee gelopen, hè? Ik heb er nog geen meter mee gelopen. Dus dat gaan we nu echt helemaal voor het eerst doen. Heb je al een beetje idee wat je gaat doen? Wat je gaat instellen? Of... Ga eens even door de programma's heen lopen. Maar eens even kijken wat er gebeurt. Ja. Ook zelf geen flauw idee. We hebben de filmpje van Gary gezien. Ja. Dus ja. Dat is waar we het mee doen op het moment. Ja, toch? Ja. Mijn eerste intuïtie zou zijn van... Je gaat even de standaard programma's rustig aflopen. Kijken hoe die reageert. Ja. Zeker. Ja. Ja. Dus, er zitten genoeg programma's in. Dus ik denk dat er een mooie keuze mogelijkheden zijn. Ja, die gaan we vandaag allemaal niet aan bod komen. Nee, die gaan vandaag niet. Nee. Maar we gaan in ieder geval een eerste indruk neerzetten. We gaan zeker een eerste indruk neerzetten. Dus, kom goed. Top. Fijn hè, waterdicht. Mm-hmm. Dan zijn de metaaldetectors wel waterdicht, maar mijn camera niet. Dat is wel dan weer een beetje jammer. De eerste target. Wat geeft hij aan? Kijken. 69. Kom op iets. 73. Is niet helemaal stabiel. 76, 71. We gaan gewoon kijken wat erin zit. Eén hand. Oh, het is wel een beetje een los grondje. Zal ik ernaast? Dat is een goed teken meteen diep, hè? Ja. Doe het, man. Ik verwacht niet dat het iets heel kleins is. Nee. Ik heb handschoenen. Ja, dat is makkelijk voor al die zakken, hè? Ik ben zo goed kwijt. Voorbereid. Ja, ik kan niet, dat zie je wel. Ik ben gewoon meegelopen. Een stuk blik of zo. Ja. Komt hier aan een stuk. Nou, we lijken wel een stel professionals, Matthijs. Het is gewoon een stuk jackpot. Maar, jij zei al... Schommelend. Het is een schommelend VDI. Ja. Schommelend... Geen strak vast nummer. Nee. Nou ja. Maar ja, dat wordt toch een beetje ontdekken, zeg maar, wat wel niet werkt. Dus, uiteraard. Het is altijd nieuwe metaaldetector, zelfs als het van hetzelfde merk is. Zelfs als het een opvolger is van een nieuw model. Ja, is toch anders. Is het toch altijd weer uitpluizen. Ja, het moet programma's en zo, hè, even ontdekken hoe die reageert. Het moet altijd even eigen worden. Ja. Maar goed, we gaan naar de volgende. En die gaat vast beter worden dan dit. Zullen we de rommel maar meenemen, hè? Ja. Kijk, met dat ik er een musketkogeltje uithaal, heb Matthijs ook weer een... Het is niet helemaal zuiver, hè? Nee. Dus een programma park. Ander soort klank, hè, wat je van de DS bent gewend, zeg maar.
Ja, en dan heb je nog een geluidsfunctie erop zitten. Ja. Waarbij je hem een soort pitch geeft. Ja, een soort pitch tone inderdaad. Dus het klinkt een beetje vollere klank, zeg maar. Ja. In plaats van het scherpe, wat je meer van het XP zeg maar gewend bent. Dan heb ik hier een musketkogel. Ja. Oeh. Nou, niet uitraken. Eens kijken hoe die klinkt. Zie je, als hij dieper geeft, dan geeft hij toch een soort curve in het geluid. Ja, maar wel die dubbele toon als je er dicht op zit. Ja, zeg maar. Absoluut. Ja. Dus hij is wel strakker dan. Ja. Ja. Nou ja. De eerste vondst van vandaag, musketkogeltje. Hoppa. Ik denk een heel oud muntje, of een muntgewicht. Ja, ik ben niet zo thuis in deze contraien, maar hij is redelijk zwaar en hij is van koper. En er zit echt wel een goede. Hij is nog mooi. Ja. Er is een determinatiehoekje, toch? Determinatie. Ja, dat wordt hem. Daar gaan we zo even langs. We gaan we straks even langs de determinatiehoek. Zeker. En we hebben hem samen gevonden, want ik pakte hem met deze en toen gingen we. Ik vond dat een mooi signaal op de Quest Q60 en toen hebben we de Deus 2 erbij gepakt. Ruimond is alweer aan het graven. Ja, hij heeft gelijk. Gewoon doorgaan. Toen hebben we hem erbij gepakt en toen kwamen we eigenlijk op een gelijkwaardig mooi signaal. Leuk. Nou, we gaan straks bij de determinatiehoek kijken of iemand kan vertellen wat het is. Hé, hey, ik mag ook even. Is wel mooi, ik hoor nu wat jij aan het doen bent. Ik zit op relicten, maar je merkt al, kijk, hij gaat op die schep gaat hij. Dus die moet je achter je houden. Ja. '82. Dit was ook een programma waar je zelf volgens mij vaker mee zocht, hè? Toch? Pitch? Ja. Maar die klinkt toch anders dan deze. Okay. Maar dat kan misschien omdat hij nog op vierkant staat. Vierkant staat hij, ja. Hij staat op vierkant, dus dat moet ik zo nog even omzetten. Oh ja, ja. Dit is wel heel heftig. Ja. Nou. Ja, diep. Gaan we weer. Ik ben bang dat het toch een ander. Kijk, zo doen we dat. Wat heb je? Zo, hoppa. Hoppa. Ja, mooi. Het is ook gewoon 3 meter, hè? Volgens mij. Ja, 3 meter gelopen. Mooi. Gaaf. Lachen. We gaan wel even van vierkant afhalen, want dat is wel heel heftig. Het is zo'n klein muntje nou, het leek wel alsof er... dat is wel leuk, dat is wel duidelijk voor de zoeker, maar het nadeel is dat je dan je nuance een beetje kwijt bent. Ja, ja. Ja, je moet iets meer het object, het idee hebben, zeg, wat er in de grond zit. Dat een beetje met elkaar matcht. Ja. Nou, zal ik hem even gauw... Ja. Keuze. Audio. Dat is een unieke kolommetje. Dat is deze. Oh, je moet hem eerst selecten zeker? Instellingen. Dat is naar audio. Ja, select. Select. En dan... Hij zei nu vierkant, doe plus min, kun je wisselen. Dus select. Vierkant, doe min of plus. PWN, en daar stond hij op. Ja, volgens mij heeft hij dan zoals je had. Juist, dat is de pitch die ik gewend ben. Ja, dat is de vertrouwde stand. Dus, En gek is dat, hè? Dat je toch altijd terug gaat naar wat je toen de tijd altijd. Ik denk dat het leuk is dat je het nieuwe kan kiezen, maar je kunt ook bij het vertrouwde blijven. Wat je wil. Nou, 2 meter verder. Goed. De boel wordt straks niet met de ploeg. Goed.
vogeltje. En dan gaat er iets niet goed met de discriminatie. Want dit is ijzer. Ja. Maar hij staat op die redelijk rijlijk. Oh ja, natuurlijk. Hij staat op die rijlijk. Dus dan... Ja, dus dan moet je... is die discriminatie is ook anders volgens mij. Ja? Ja. Dit is bijvoorbeeld voor militaria. Dat is volgens mij ook heel interessant hoor. Maar dus even wat ik er heel kort van heb gelezen. Want je kunt natuurlijk ook een ander programma in de pitch gooien, hè? Eventueel. Volgens mij moet het nu alweer beter zijn. Wat ik nu gedaan heb, is de discriminatie een heukel een beetje aanzetten. Ja. Waarbij die dit kleine ijzer, ijzer wegfiltert. Ja. Dat grote ijzer hoor je nog wel. Ja. Ja, daarmee heb je wel meer troep, maar de kans op iets anders is er dan ook weer meer aanwezig. Ja, er ligt mooi spul. Dus. Nee, helaas. Een stukje. Ja. Nee, is niet waar. Ja, een stukje lood. Ja. Wat je nu merkt, ik heb nu, omdat ik minder discriminatie heb, hoor ik meer. Krijg je ook een betere indruk van het veld, hoeveel ijzer er mogelijk bij ligt. Maar dat geeft ook wel weer wat voor bijproducten je hebt. Dus soms is het gewoon heel vervelend om al dat ijzer te horen en al die rommel op te graven. Maar. Ja, als je een machine voor het eerst in je handen hebt, wil je eigenlijk alles horen. Want dan kan je vergelijken. Kan je horen. Dan graaf je rommel op. Dan besef je dat je rommel hebt opgegraven. Maar dan ga je terugdenken naar wat voor reactie heeft je metaaldetector erop gegeven. Zat er een brommetje bij? Deed hij een beetje wankelen? Gaf hij wat voor VDI gaf hij? Dus ja, het is ook wel een beetje een leermomentje. Dan kan je ook kijken hoe die ergens op reageert. Prachtig geluid, maar hij geeft 1-0-1-0-3. Nou, dan weet je al dat het een hoefijzer op een. En als je hem opgraaft, moet je hem meenemen. Als je hem laat leggen, dan mag hij blijven leggen. De voordelen die pitch heeft natuurlijk ook nadelen en dat is dat het geluid is altijd een beetje hetzelfde. Het is net een eend, hè? En hoe harder die kwaakt, des te meer informatie die geeft, maar hij kwaakt wel altijd een beetje op dezelfde hoogte. Daar moet je wel mee leren omgaan. Dat is een 48er. 48 en mooi strak.
is leuk. Nou, omdat het niet zo diep lag, en dan geeft hij wel een heel mooie 48. Ja, je bent op een veld en aluminiumfolie komt nou eenmaal op een veld vaak minder voor als... Dus ja, je gaat het wel graven. Ja, dan moet ik graven, denk ik. Ja. Dus ja. Eigenlijk, ik graaf liever 10 keer te veel op dan 1 keer te weinig. Net, zeker waar. Ik heb 1 keer gehad, zeg maar, heb ik een stuiver gevonden, 6 stuiverstuk. Die kwam ook binnen als aluminium. Ik twijfel op een gegeven moment toen. Krijg je je nummer uit? Ja. Nou, we kunnen kijken wat het is. Ja. En de zon komt erbij, hè? Nou, oh, dat is wel lekker. Want het was toch best koud vanochtend. Zo, kijk, dat is wel iets harder. Dan is het waarschijnlijk echt iets heel kleins. Ja. Als die op deze diepte wat waarzig geeft. Ja. En nou in een heel sterk. Ja, weer zo'nzelfde stukje. Aluminiumfolie. Die is door de grasmaaier eens even geklapt. Dus ja, wat ook kan. Ik weet niet waar ze de mest vandaan halen. Oh ja, maar ze natuurlijk gieren, er zit ook best wel vaak zit daar vijl in. Ja.